De bodem in Nederland bevat over het algemeen zoetgrondwater. Ook door de rivieren stroomt zoetwater. Vooral in de kustgebieden en op de Waddeneilanden bevat de bodem ook zoutwater. Dit zoute water komt uit de zee. Op deze kaart zie je waar in Nederland sprake is van zoutwater in de bodem. Het diepere grondwater is hier zout. In de rode gebieden is al zoutwater te vinden op 2,9 meter tot 5 meter diepte. Zoutwater vinden we in gebieden dicht bij de zee en in gebieden die zijn ingepolderd, zoals Zeeland en Flevoland. In deze gebieden vinden we in de bovenlaag van de grond zoetwater, dat wordt aangevuld door regen. Onder deze zoete grondwaterlaag zit een brakke grondwaterlaag. Deze bevat gemengd zoet- en zoutwater. Onder de brakke grondwaterlaag bevindt zich tot slot een zoute grondwaterlaag. De diepte hiervan kan variëren. Als de zouten grondwaterlaag naar boven beweegt en de zoetwaterlaag dunner wordt, spreken we van verzilting. Verzilting kan het gevolg zijn van natuurlijke processen en klimaateffecten, zoals de stijging van de zeespiegel of langdurige droogte. Verzilting kan ook het gevolg zijn van het onttrekken van zoet grondwater aan de bodem. Verzilting kan een bedreiging vormen voor activiteiten die afhankelijk zijn van zoetwater. Denk daarbij aan landbouw, sproeien en drinkwatervoorziening. Ook de natuur kan schade ondervinden door verzilting. Bij Tennet houden we rekening met de verschillende grondwaterlagen als we werkzaamheden uitvoeren in de grond. Bijvoorbeeld als we kabels aanleggen. Als de ontgraving dieper is dan de grondwaterstand, loopt de ontgraving vol met grondwater. Daarom verlagen we de grondwaterstand dan, tijdelijk en plaatselijk, door water weg te pompen. Dit noemen we bemalen. Als de ontgraving droog is, kunnen we de kabels in de grond aanbrengen. Bemaling vindt plaats vlak bij het grondoppervlak. Dat betekent dat we zoetwater uit de grond halen. Daardoor wordt het diepere brakke- en zoutenwater omhoog getrokken en kan er verzilting optreden. Om de gevolgen van verzilting al voor de start van de werkzaamheden inzichtelijk te hebben, kan Tennet een verziltingsstudie opstellen. Tennet stemt deze verziltingsstudie af met het lokale waterschap en informeert perceeleigenaren en pachters over de studie. Dit doen we voorafgaand aan de werkzaamheden. Voor, tijdens en na de werkzaamheden houdt Tennet het mogelijke optreden van verzilting in de gaten door de grondwaterstanden en de zoutgehaltes te monitoren met pijlbuizen. De meetresultaten gebruiken we ook voor het opstellen van het bemalingsplan. Daarbij stemt Tennet voortdurend af met de betrokken perceel-ergenaren, pachters en het waterschap. Net als de grondwaterstand herstelt ook verzilting zich op termijn. Kortom, in bepaalde delen van Nederland... Heeft bemalen niet alleen invloed op de grondwaterstand, maar kan het ook zorgen voor verzilting. Daarom kijkt Tennet hier zorgvuldig naar en stemmen we onze werkzaamheden goed af met alle betrokken partijen. Wil je meer weten over Tennet en onze projecten? Kijk op Tennet.eu.